Dit zijn beelden gemaakt vanuit de hoogbouw aan de Merellaan in Maassluis. Afgelopen vrijdag 2:55. Vastgelegd door bewoner Dick Smits met deze kleine camera. Ik was hier die boot hier rechts aan het filmen, heel veel bedrijvigheid. En in mijn linker zie ik ineens iets aankomen. En dat was er volgens mij al een tijdje, maar want ik had het nog niet zo in de gaten. Ik denk dat is wel interessant, ik ga dat eens even opnemen. Maar wat is het? Ook broer Rob komt de beelden bekijken. Maar en ja, op slow motion zag ik volgens mij nog meerdere objecten en er schoot iets vanaf de tweede kraan. Van links naar rechts keihard omhoog. Moet ik eigenlijk even aanwijzen. Bij het UFO-meldpunt Nederland zijn nog nauwelijks meldingen over dit object binnengekomen. Terwijl het vrijdag 11 april toch ruim een kwartier boven de omgeving Brielle-Ouddorp heeft gehangen. Het is moeilijk te zeggen wat het is geweest. Maar ja, het zou een UFO kunnen zijn. Gelooft u erin in buitenaards leven? Ja, ik geloof er wel in. Ik denk dat er wel meer is, ja. Want dit is maar een klein planeetje, al kijk je zo in het heelal. En je ziet alles zo, die sterren, noem maar op. Dan denk je toch wel, ja, er moet wel meer zijn.